Goedenavond, lieve luisteraars. We zijn heel blij dat we hier vanuit de Ganoeder muziek voor jullie kunnen spelen. In een speciale setting. Normaal, als we in de Ganoeder komen, is dat voor veel volk. En nu is het voor minder volk, maar we hopen dat er veel volk van thuis uit kan kijken. We gaan beginnen met een nummer dat een fantasierijke titel draagt. Het heet De Twee Kontjes. En je mag erbij denken wat je wilt. Het is een ode aan de fantasie. Dank je wel voor uw warm en hartelijk applaus. Grapje. Nee, we zijn heel blij dus dat we hier mogen spelen. En we spelen eigenlijk ook een volledig nieuw repertoire. En een van de nummers die we ook graag brengen nu is een nummer over de eik in onze tuin. Wij wonen in Limburg. Dus de Ganoeder Limburg, veel verder kan je niet rijden, denk ik. En in onze tuin staat er een eik die ongeveer 250 jaar oud is. En dat is grappig als je dan zo'n huis koopt. Dan denk je, is die een eik nu van ons of zijn wij van die een eik? Want natuurlijk, die boom die staat er al zo lang en die heeft al zoveel mensen als hem ogen heeft zien passeren. En die zal er nog lang staan nadat wij er niet meer zijn. Voilà. En we hebben een special guest op het podium. Matthijs komt ons vervoegen met zijn trompet. Thank you.
l'écorce du chêne fourmille de vie, cerf-volant, capricorne, hanneton. Au cœur des lichens, une chenille endormie qui demain deviendra papillon larve. Racines en terre, indifférent, paisible et immense, monte, grandit, s'élance, feuilles au vent, fait la lumière. Au faîte du chêne, un nid de brindis, adroitement soustrait au regard. Une griffe musicienne protège sa famille, là où seul le soleil peut les voir. L'arbre, racines en terre, indifférent, paisible, immense, monte, grandit, s'élance, feuilles au vent, vers la lumière. Du chêne, de jeunes amoureux ont trouvé le bonheur par hasard. Ils sont demeurés pour poursuivre leur jeu, découvrir la suite de leur histoire. L'arbre, racines en terre, indifférent, paisible, immense, monte, grandit, s'élance, feuilles au vent, vers la lumière. L'arbre, racines en terre, indifférent, paisible, immense, monte, grandit, s'élance, feuilles au vent, vers la lumière. Voilà, we gaan eventjes over naar meer een dansnummer. Gozar is een Scottish. Voilà. Thank you.
Dank u wel. We gaan Charlotte op het prachtige podium vragen met het prachtige tapijt. En Charlotte gaat een liedje zingen dat is gemaakt door Pascal, maar de tekst is gemaakt door Reineke van Hogewegen, waarmee dat we heel graag samen theater spelen in het theatergezelschap Talenté. En zij heeft dus de tekst gemaakt. Het liedje draagt de titel Is het nog ver? Licht gaat uit, de duister komt en alles draait. De nacht die valt, de wereld slaapt, maar ik verdwaal tussen al die grote vragen die rollen door mijn hoofd en die niemand anders horen kan. Wie maakt het uit, u denkt een boom, komt het nog goed? Wie is er bang om op te staan, wie toont hun moed? Achter de sterren en de maan, wat wacht er daar op ons? Is het nog ver, duurt het nog lang? Wie komt ze halen? Al die vragen die groeien in mijn hoofd. Wie brengt verhalen die met de zingen en de dansen in mijn hoofd? Wie komt ze halen al die vragen die groeien in mijn hoofd? Wie brengt verhalen die met de zingen en de dansen in mijn hoofd? Wat ziet de lucht en wie ziet mij?
Waar was ik eerst? Wat duurt het langs? Gaat het voorbij? Weet de weg? Hoe moet het gaan? Wie zal ik later zijn? Is het nog ver? Duurt het nog lang? Wie komt ze halen? Al die vragen die Charlotte, oké. Okay. Op de laatste cd die we opnamen, merkten we in één keer dat we eigenlijk geen enkel doedelzaknummer meer hadden staan. Dus we hebben dat achteraf snel gecompenseerd met dus toch een nummertje doedelzak dat we nu voor jullie gaan spelen. En het is opgedragen aan de prachtige traditie van de Centraal-Franse Berry-streek. Het land van Georges Sand. Een Le Maître Sonneur.
we gaan Matthijs er terug bij vragen. Matthijs met zijn trompet. We maken allemaal hele speciale periodes mee. En er is al heel veel over verteld. Maar wat Matthijs en ik toch wel hebben gehad, is van samen eens naar een serie te kijken. En zo hebben we naar Letter of the King, Brieven aan de Koning, gekeken op Netflix. En daar komt het verhaal in voor van Amaris. We komen al aan het einde van onze set. En dat gaan we doen samen met Charlotte. Met een laatste liedje dat Pascal en Charlotte samen gaan zingen. Het gaat over een viool. En vooral over een vioolbouwer. Die dus een viool herstelt van iemand. En daar echt zijn hart en zijn ziel in steekt. En die meneer komt zijn viool halen, betaalt ze en hangt ze aan de muur. Het is een waar gebeurd verhaal dat Pascal meegekregen heeft van de bouwer die haar viool herstelt. Voilà. Dankjewel aan de Ranouter, aan Steven, aan alle mensen hier van het geluid en het beeld. Ik durf niet alle namen te zeggen, want ik heb schrik dat ik ze verkeerd ga zeggen. Maar dankjewel, alleszins. Het is hier. Ondanks het, dat jullie of het publiek er niet is, is het hier toch echt wel heel gezellig en een heel warme ontvangst. Dank je wel. Oké, voilà. Dank je wel voor het kijken en hopelijk tot snel in het echt. Dank je wel. C'est dans mon atelier qu'est ma vie, mon cœur, mon métier.
les senteurs de bois, l'érable, l'épicéa. Un ami est entré, portant un étui abîmé. Il était pressé, m'a à peine regardé. La travers le cheval est sur un pied. Les glisseurs fondus de bord à bord, les cordes manquant à la paix. Un vieux violon qu'on n'entendra jamais, accroché dans le fond de mon cœur, personne pour le faire sonner. C'est dans mon atelier que le violon je l'ai soigné, lui ai tout donné, tout mon art, tout mon savoir. Les chevilles bloquées, la table et le fond décollé, les touches bosselées, tout cela c'est du passé. L'âme de travers, le cheval est sur un pied. Les glisses fondues de bord à bord, les cordes manquant à la peine. Un vieux violon qu'on avait délaissé pourra bientôt chanter, vibrer, peut-être même faire danser. C'est dans mon atelier que le violon s'est réveillé, aussi beau qu'avant, gracieux et élégant. Quand l'homme l'a payé, il a pris sans me remercier, ne l'a pas joué, la peine regardée. L'âme, toi t'es fière, le cheval est resté, un léger verdu sur tout le corps, prêt pour les caresses de l'archer. Un